Het Suriname Jazz Festival heeft gisteren tijdens een persconferentie zijn nieuw bestuur gepresenteerd aan de samenleving. Het Suriname Jazz Festival brengt al 20 jaar de Surinaamse gemeenschap goede muziek en goede vibes. Volgens nieuwbakkenvoorzitter Rolinso Huur kan de organisatie na 20 jaar een nieuw begin maken. Vandaar de naam A New Era. Huur legt uit hoe het bestuur op zo'n concept is gekomen. A New Era. En wij noemen het more than just a festival. En ik zal jullie uitleggen waarom. We hebben als bestuur gezeten om te kijken wat willen we nieuws brengen. Wat willen we nieuw doen. En het eerste waaraan we kwamen is, we willen meer dan alleen een festival. Een driedaags festival waarbij we muziek hebben van de hoogste orde, met verschillende artiesten, etc. Maar als stichting, want we zijn een stichting, kunnen we heel veel meer. En willen we heel veel meer. Natuurlijk de bekende saying, wie veel praat moet veel verantwoorden. We zijn daarvan zeker op de hoogte. Want hoe meer je doet, hoe meer organisatie, hoe meer planning er daarmee gepaard gaat. Maar het team die jullie naast me zien, ze zijn zeker capabel om dat te doen. Maar wij willen meer dan een festival, dus dit is wat we in petto hebben. We hebben nieuwe kernwaarden vastgesteld. Twee zijn natuurlijk teruggekomen in een ander jasje sinds de start. Maar daar zie je dat we verder de muzikale educatie in Suriname en de regio willen gaan stimuleren en verder uitbreiden. Huur geeft verder aan dat het nieuwe bestuur de Surinaamse jazzcultuur gaat koesteren. Omdat velen niet weten dat er wel een jazzcultuur in Suriname is. In Suriname hebben we een jazzcultuur. Niet alleen de Kaseko jazz. Ligia liet me laatst weten dat er iets bestaat als een Baitak jazz. Waar ik nooit van heb gehoord. Dus dat gaan we ook koesteren. Maar ook de Indo jazz. Algemeen de Surinaamse jazz die wij hier kennen, willen we gaan koesteren. Om dat hier helemaal te perfectioneren. Om ook internationaal te gaan. Want dat is dus dan ook onze derde kernwaarde om onze internationale muzikale relaties te verbreden. We hebben al dat jaar gedaan om muzikanten komen hier om workshops te geven. Maar wij willen ook gaan om onze eigen jazz workshops te geven tijdens hun festivals. En natuurlijk de diversiteit in de muzikale aanbod. Wij willen de gehele gemeenschap aantrekken en stimuleren om te komen naar het jazzfestival. Vandaar dat wij de diversiteit of de muziekgenres een beetje zullen gaan differentiëren. Niet alleen Kaseko, niet alleen de bebop jazz, maar ook jazz die de jongeren aantrekt. Of als het geen jazz is, de pop die de jongeren aantrekt. Gewoon dat wij een ieder hebben op een festival, thema's per festival, zodat de ieder aan zijn of haar trekken komt. Het nieuwe bestuur bestaat verder uit secretaris Derin Sariyoun, ondervoorzitter Ligia Mitra Singh en penningmeester Christel Echtelt. De avond werd afgesloten met een jazzoptreden van de Jason Edwaiti Band met Norma Sante. Het eerstvolgende festival staat gepland voor 2023.